We zijn vandaag op het kartcentrum Zwolle. Zijn we uitgenodigd, want vandaag is een bijzondere dag. Er lopen allemaal Maxen en Maximilianen rond hier op het park. En bij mij staat Christian Snoek. Christian, wat is er aan de hand? Ja, we hebben vandaag een actie bedacht. Mensen die iets met Max in hun naam hebben, mogen vandaag gratis komen karten. Twee sessies. Max, Maximiliano of als je zelfs Maxima heet, die hebben we ook nog uitgenodigd. En als je vandaag de snelste Max bent, dan win je een test bij een professioneel raceteam. En dat leuke is, dat is het raceteam van waar Jos Verstappen ook gereden heeft. Dus ja, de vader van, hè. Hoeveel Maxen hebben zich inmiddels aangemeld hier bij jou? Nou, we hebben 170 Maxen die zich totaal hebben aangemeld. Dus dat is een behoorlijk aantal. En dan mogen ze een aantal rondes rijden, zei je al. Twee rondes, twee heats, of hoe noem je zoiets? Twee sessies mogen ze rijden van 10 minuten. En dan mogen ze op jacht naar de snelste tijd. Op jacht naar de snelste tijd. Ze hebben de tijd ook tot 12 uur vandaag, heb ik begrepen. En dan wordt de uitslag bekendgemaakt wie de allersnelste Max of Maximilian is van de dag. Ja, klopt. Je bent zelf ook een vervent racer, ook vervent fan van Max Verstappen dan in dit geval? Ja, dat is natuurlijk geweldig om te zien wat hij allemaal presteert en hoe hij het doet. We merken ook echt wel dat het heel goed is voor de kartsport. De bedrijfsfeestjes, kinderfeestjes, die komen allemaal wel langs natuurlijk om nu te rijden. Ja, precies. Hey, hele mooie dag vandaag en alle Maxen zet hem op, dacht ik. Zou ik ook zeggen, ja.